vertrouwen, dames en heren. Het is onze eerste vlogs. Uitblinker Ibrahim Sanan van het Da Vinci College is al special reporter in de jeugdhoofdstad van Europa en onze zusterstad Varna. In vlogs zijn zijn belevenissen in Bulgarije te volgen. Goedemorgen allemaal. Het is zover, het is 10 uur 's ochtends zondag 27 augustus. Ik ga vandaag naar het vliegveld Eindhoven om naar de zusterstad Varna te vliegen. Voor Sanan was Sokeres een van de hoogtepunten van zijn reis. Sokeres is een evenement voor de vrijheid georganiseerd door studenten uit verschillende landen. Ik ben hier bij een heel interessant plekje. Een muur, een soort van wensmuur is het dan. Before I die. En hier kan je een soort van een wens uitbrengen. Ach ja, wat zou mijn grote wens doen? Dit is mijn boodschap. Daarna spreekt Sanan veel met jongeren in Varna en bekijkt hij culturele en maatschappelijke projecten. Hi. Hi. I'm Ibrahim from Dordrecht. Do you know the city Dordrecht? Sorry? Are you from Varna? No, I'm not. I'm Romanian, but I live in London and I work for Amnesty International. Okay, yeah, well, I'm from the city, how do you call it, Dordrecht. And city Dordrecht and Varna, they are commitment cities. And how do you like Varna now? How do I like Varna now? Yeah. It's a beautiful city. Ibrahim Sanan is tot en met zondag 3 september in Varna. Zijn vlogs zijn te volgen op zijn eigen YouTube-kanaal, IPOS TV.